Vandaag gaan we aan de whisky. Een whisky van William Lawson. Ik vond het wel eens leuk om ook jullie een review te laten zien van whisky. En ik heb gelijk een leuke voor jullie uitgezocht. William Lawson 13 jaar. En waarom leuk? Het onderstreept de eigenzinnigheid van William Lawson. 13 jaar wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt. In een whisky zeer ongebruikelijk. Als je al leeftijd ziet op een fles, dan gaat het meestal vanaf 10 richting 12 en dan richting 15. En 13 is een zeer ongebruikelijk getal. Wel leuk, want daarmee geven ze echt wel weer een karakter. Het is en blijft marketing, maar geven ze wel een stukje karakter mee waar je toch over na kan denken. Dat willen ze ook eigenlijk met deze whisky zeggen van... Deze whisky kent geen regels. Het is sowieso een blended whisky, geen single malt. In mijn ogen op zich geen verkeerd product. Ik vind dat een blended whisky net zoveel faam en mag hebben als een single malt. De reden waarom. Tegenwoordig gebruiken ze ook in blended whiskies hele mooie single malts. En dat zorgt ervoor dat ook een blended whisky gewoon echt een mooie kwaliteit kan hebben. Over het algemeen zijn de single malts wel wat duurder dan de blended whiskies. Dus als jij een leuke avond wil hebben, wat niet te veel mag kosten, waarbij je lekker gaat eten en je niet heel specifiek op zoek bent naar een hele bijzondere smaak voor whisky, maar gewoon lekker een avondje wil zitten en genieten, is een blended whisky, en zeker zo eentje als de William Lawson, een prima whisky. Ze hebben een bourbon cask finish. Daarmee verraadt hij eigenlijk al dat hij een klein beetje zoet zal worden. Een bourbon cask is van Amerikaans eiken. Dat is veel zachter. En dat geeft ook wat meer vanilletonen. Het zorgt ervoor dat de whisky altijd een beetje zoeter zal zijn. Belangrijk voor als je whisky gaat proeven, let op de vorm van het glas. Gebruik geen groot whiskyglas om te proeven. Daar kan je wel uit drinken. En zeker als je een whisky op ijs drinkt, geen enkel probleem. Maar echt om te ruiken en te proeven is een mooi smal glas, zeker naar boven toe. Belangrijk, dan blijft de geur goed hangen en komt hij ook direct in je neus. Ook belangrijk, wanneer je whisky ruikt, duik niet in één keer met je neus het hele glas in. Dan krijgt hij zoveel met alcohol, waarbij je uiteindelijk zeg maar... alleen maar alcohol ruikt en meer niet. Maar je neus is dan ook verzadigd. Dus voorzichtig gaan. Duidelijk aanwezig binnen deze whisky zijn inderdaad wat zoete tonen, maar ook flinke houttonen. Hij is wat fruitig. Hij is niet heel sterk in de neus. Dat valt op zich wel mee. En op zich, dat geeft wel zeg maar, prettig karakter. Het karakter wat ze willen hebben van een whisky die je lekker drinkt bij van alles. Goed aan. Dan wil je niet een te sterke smaak hebben. Hij komt wel mooi binnen. Het is een Highland whisky. Highland whiskies die hebben altijd wel een beetje karakter. Ik hou ervan. Hij mag wel een beetje speels zijn. Deze komt stevig binnen. Je voelt hem branden op je tong. Hij tintelt op je lippen. De smaak zelf is vrij rustig. Wel inderdaad, de zoete tonen zitten erin. Ja, de zoete tonen die je verwacht. Het vanille, een beetje appel. Het is wel een beetje fruitige whisky ook. Ik vind hem erg lekker. Dat zeker. En dat komt ook omdat hij een beetje leeft. Hij leeft in je mond. Hij is niet te vlak. Naarmate een whisky ouder wordt en rijker wordt, dan krijg je wel veel meer smaak. Het smaakpalet wordt veel breder en veel groter. Het enige nadeel is alleen, tenminste, ik hou ervan wanneer een whisky een beetje speels is. En vaak die speelsigheid, die raken ze kwijt naarmate ze wat ouder worden. En dan worden ze wat gezaakt. Eigenlijk net als wij zelf. En deze whisky heeft wat moois, wat speelsig in zich. Ja, erg lekker. Je mist, en dat zullen wel weer andere whiskykenners zullen dat beamen. Je mist wel wat smaak erin. Hij is op zich qua smaak is die wat vlak. Maar ik denk dat als je hem inderdaad gewoon lekker bij het eten drinkt, dat je er een hele leuke whisky aan hebt.
En als je gewoon een avondje wil zitten met een paar maten en een borreltje erbij, lekker voor de televisie of wat dan ook, een hele prima whisky. Wat die kost en waar die te verkrijgen is, dat zal ik voor de rest in de tekst erbij schrijven. Dan krijg je ook nog wat meer achtergrondinformatie over William Lawson zelf. Ik vond dit op deze manier wel leuk om jullie eens te laten zien wat er gebeurt binnen de whisky.